Eline Munk is absoluut een rockchick, ja. De plaat zou uitkomen in het najaar. Wanneer net, dat weten we nog niet. We gaan er nog geen datum of maand op prikken. Maar ze wordt wel top, dat weten we wel al zeker. Dat was mijn eerste vaste rol, natuurlijk Louis Louise. Dus in het begin was dat heel hard zoeken voor mij. Ik heb in het begin ook absoluut niet zo'n heel fantastische prestatie neergezet. Maar ik voel mezelf daar ook wel in groeien. Ik groeit wel in de rol en ik heb nu ook wat meer ervaring. Ik ben mij heel bewust van het feit dat ik heel veel kansen heb gekregen op deze jonge leeftijd. Zonder al iets bewezen te hebben. Dus ik wil absoluut tonen dat ik het waard ben en dat probeer ik nu te doen. I wanna thank my mom. Mensen denken heel vaak dat ik heel zelfzeker ben en heel tevreden met mezelf, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb evenveel complexen, misschien zelfs meer dan een ander. Maar ik probeer dat gewoon niet te tonen. En daarom kom ik misschien meer, dubbel zoveel zelfzeker over om mijn onzekerheid te verbergen of zo, denk ik dan. Ik ben nog heel jong, ik ken mijn eigen nog niet eens. Hoe zou iemand anders dan moeten weten hoe dat ik in elkaar zit? Ik vind wel, als je jezelf op een cover moet zien staan, dat je dan tevreden moet zijn met het resultaat. Dus ik vind dat heel belangrijk dat dat mijn idee mee was. Dat dat foto's waren die geïnspireerd waren op mij. En dat ik er dus zeker zelf tevreden mee zal kunnen zijn.